De bevolking hoeft zich geen zorgen te maken over de stroom- en gasvoorziening, zegt EBS-technisch directeur Marcel Eindhoven. De stroomturbines en het opheffen van storingen zijn reeds 2 weken de zorg van de staf van het energiebedrijf. De bond bij de EBS, de OWAS, ging op 17 augustus in beraad omdat de uitvoering van de overeengekomen CAO door president Desi Bouterse is aangehouden. De bond is het daar niet mee eens en de ruim 1100 CAO-medewerkers zijn daarom in actie. De vraag is echter hoe lang de stafleden in staat zijn het bedrijf draaiende te houden. Eindhoven geeft de garantie dat het bedrijf haar diensten zal blijven continueren. We zijn in staat alle storingen op te heffen en de machines draaiende te houden. Dat zijn wat we nu doen is eigenlijk ervoor zorgen dat de continuïteit van de diensten die wij leveren garandeerd blijft. Dat is in eerste instantie met de gas-elektriciteitsvoorziening. Dus dat de storingen worden opgeheven, dat normaal de opwekking plaatsvindt. En dan als gevolg daarvan ook de distributie. En bij gas, dus de gasflessen. En de distributie daarvan ook normaal plaatsvindt. Als het nooit ontdekt is, men had het idee dat het niet zou lopen. Maar we hebben het vanaf het begin, vanaf dag 1, op het pakt en bijgehouden. En in principe zijn we nu met de andere autoriteiten bezig om na te gaan wie de mensen zijn die beweren of welke leveranciers dat ze geen gas hebben. Want volgens onze statistieken en documenten heeft iedereen van normaal tot extra voorraden gehad. Het klopt dus ook niet dat de gasflessen worden gevuld door buitenstanders. Gebeurt dat ook door stafleden? Ja, een combinatie toch. We hebben wat contractors bijgenomen, massagesteren. Okay, maar is dat dan nog wel veilig om te doen? Mensen die niet gewend zijn om gasflessen te vullen? Dit is een machine die die fles vult. Die mensen die komen werken, die zijn getrainde mensen die misschien wel van andere bedrijven komen, maar op basis van hun kennis en kunde krijgen ze de veiligheidscursus erbij. En dan moeten ze in staat zijn de machines te bedienen. Eindhoven geeft de garantie dat alle storingen worden verholpen, mits die via het nummer 175 binnenkomen. Inmiddels is er voor beide partijen een persstilte ingelast. Eerder gaf bondsvoorzitter Steve Geerlings te kennen open te staan voor dialoog. De bond neemt echter geen genoegen met alleen de koopkrachtversterking die is overeengekomen met de Raad van Vakcentrales in Suriname. Vooralsnog blijven de stafleden en de ingehuurde contractors het werk doen bij het energiebedrijf.